Goedemiddag, hartelijk welkom. Feyenoord zal op woensdag 31 maart om 8 uur in de avond het restant van de gestaakte wedstrijd tegen Vitesse spelen. Welkom bij Topsport TV. Feyenoord-Vitesse werd zaterdagavond bij een 1-1 ruststand gestaakt. Een wolkbreuk boven de Kuip had het veld onbespeelbaar gemaakt. Feyenoord gaf de voorkeur aan het overspelen van de hele wedstrijd. Maar de KNVB koos vandaag om volgende week woensdag alleen het ruststand uit te laten spelen. De grasmat op het kasteel was gisteren tijdens Sparta AZ ook verre van optimaal. Door de 1-0 nederlaag tegen de regerend landskampioen komen de degradatieplay-offs wel angstvallig dichtbij voor Sparta. Eigenlijk het enige waar je van geniet als Spartaan op zo'n moment is het zonnetje en de gezelligheid met elkaar. Want iedere keer weer wordt het niks. De laatste wedstrijden, joh. Ook tegen zijn ADO thuis na de winterstop en wordt het weer 0-0. Je moet gewoon eens een keer mooie wedstrijden spelen en winnen voor je publiek. Dus dat vind ik wel erg jammer dat het de laatste tijd weinig gebeurt. Bloed, zweet en tranen. We missen eigenlijk een beetje de inzet. De laatste kwartier werd het wel wat beter, maar eigenlijk moeten ze gewoon wat meer douwen en wat meer aanvallende spelen. Het meest genoten van de toch wel van de sfeer en de entourage. Ondanks dat je 1-0 achter staat en dat je er toch nog het publiek achter hebt, kwam toch nog goed. Ik vond dat Sparta een puntje verdiend had door de inzet in de tweede helft en het betere spel. Het was niet veel aan. De tweede helft werd een beetje spannend, maar het was tegenvallen. Sparta had meer gekund. Ja, hè? Het had meer ingezeten, inderdaad. Maar goed, er komen nog 6 moeilijke wedstrijden aan. Dus daarmee gaan we het sowieso al moeilijk krijgen en hopelijk blijven we boven die streep. Als je dan ziet dat AZ zo'n makkelijke goal maakt en daarna gewoon 0-1 wint, dat hebben wij niet als Sparta. Dat kunnen wij niet. En dat is wel jammer om te zien. Ten meer wij nog allemaal Feyenoord uit, Groningen uit, Heerenveen uit, Utrecht thuis. Het wordt heel moeilijk om een puntje of 33 bij elkaar te sprokken. Ja, uiteraard, maar we blijven altijd hoop houden. Hè? Sparta heeft wel genoeg kwaliteit, denk ik, om het echt te redden, hoor. Gaan we naar de Eerste Divisie. Lange tijd leek het erop dat Alfons Groenendijk of Zeljko Petrovic de opvolger van trainer Gert Kruijs bij FC Dordrecht zou worden. Tot de clubleiding vorige week ineens Henny Lee als nieuwe coach contracteerde. Afgelopen vrijdag werd Lee na de met 1-0 verloren wedstrijd tegen Excelsior gepresenteerd. En dit is hem dan, Henny Lee. Hij is op dit moment trainer bij hoofdklasse Sparta Nijkerk en promoveert daarmee naar de topklasse. Lee heeft al wel ervaring in het betaalde voetbal, want hij werkte in het verleden voor Haarlem, Telstar en Cambuur. Vrijdag tekende hij bij FC Dordrecht een contract voor 2 seizoenen. Het bod van Henny voor de komende 2 jaar bezegelen. Ik ben vorige week benaderd door Marco Bogers, of dat ik een oriënterend gesprek wilde. En het eerste gesprek dat was zeer positief, dat bracht een goed gevoel. En daarvanuit heeft FC Dordrecht mij benaderd voor een afrondend gesprek en vertelden ze dat ze mij zeer graag hier als trainer zagen komen. We hebben 2-3 gesprekken met hem gehad. Ja, de eerste 2, dat was gelijk de klik was daar en we spraken dezelfde taal en dan Marco Bogers met hem, die voetbaltaal met looplijnen waar ik nog nooit van gehoord heb. Maar goed, die neem ik maar voor lief aan. Die klik was er in ieder geval, dus toen, op dat moment was het voor ons heel duidelijk, wij gaan voor Henny Lee. Lee was een van de 3 kandidaten aan de Krommendijk om Gert Kruijs op te volgen en leek niet de eerste keus.
Ja, kijk, qua Petrovic, dat kan je beter dan Johan Derksen vragen. Want die wist al dat hij getekend had, dus die weet veel meer dan ik. Hè? Dus laten we daar heel eerlijk in zijn. Nee, we hebben met drie mensen hebben gesproken, waaronder Henny Lee er één van is. En die andere twee hebben we gewogen, hebben we mee gesproken. Die had ook hier en daar nog andere verplichtingen of die wilde wachten. En nou ja, op een gegeven moment, toen we met Henny gesproken hadden, wisten we zeker van dat is keuze nummer één voor ons na Gert Kruijs. Kun je je voorstellen dat sommige mensen in deze context rijden zeggen, Henny wie? Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Maar goed, je moet op een gegeven moment je intrede in betaald voetbal maken. Aan de andere kant heb ik daar al 9 jaar ervaring in. Ik heb al 9 jaar in de eerste divisie gewerkt, weliswaar als assistent, veelal. Kan ik me best voorstellen, maar veel betaald voetbaltrainers zijn ooit vanuit de amateurs begonnen in betaald voetbal. En het is aan mij om dat waar te maken. Lee gaat dat doen met een gerenoveerde technische staf. Oud-Feyenoorder Ruud Heus is de nieuwe assistent. Rodi Hoge wordt keeperstrainer. En alleen René Hiddink was vorig jaar ook al werkzaam bij het eerste elftal. De speler die deze week in de bloemen wordt gezet, besliste afgelopen vrijdag de streekderby tussen FC Dordrecht en Excelsior. Met zijn 10e goal in 11 wedstrijden bezorgde hij mee Excelsior de 1-0 overwinning. Feyenoord-trainer Mario Been zoekt nog altijd een scorende spits. Misschien moet hij dan toch eens op Woudenzijn gaan kijken, naar Luis Pedro. De speler van deze week. Geen Feyenoorder voor de verandering, alhoewel Luis Pedro van Excelsior. Een 7 voor je optreden tegen FC Dordrecht. Weer een winnende goal. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Het gaat goed. En ik zal volhouden. Ja, zeker volhouden. Want Pedro heeft nu een gemiddelde van 6,6. En dat is even hoog als koploper Ron Vlaar. Alleen speelde de aanvaller van Excelsior pas 11 wedstrijden dit seizoen. En dat is te weinig voor een plek in het algemeen klassement. Vlaar blijft dus alleen bovenaan staan met Rob van Dijk, Moussa Kalisse en Nick Viergever in de achtervolging. Luis Pedro schoot vrijdag tegen FC Dordrecht zijn 10e goal binnen. En dat in pas 11 wedstrijden. Want hij speelt pas voor Excelsior sinds de winterstop. De scorende spits, die Feyenoord-trainer Mario Been zo nodig heeft, is dus dichterbij dan gedacht. Ik weet niet wat de trainer zo hoeft doorgaat. Ik ben gewoon bezig met mijn ontwikkeling en bij Excelsior. Ja, hij zegt dat hij een scorende spits zoekt. En ja. Als ik niet zoveel scoren, dan moet ik nog meer gaan scoren. Je hebt er 10 in liggen in 11 wedstrijden. Ja, dat er veel meer kunnen zijn, eigenlijk ook moeten zijn. Maar ja, 11 wedstrijden, 10 goals, dat is niet verkeerd. Tot slot, wat ga je met De Bos doen? Want dat vragen we namelijk wekelijks. Ja, dat weet jij niet, maar dat is zo. Ik ga deze aan mijn moeder geven. Ze komt morgen naar me toe en ik ga een vaasje verkopen. En dan gaan we de mooie plekken zetten bij haar tijd. Ja, er zijn al wat moeders die bossenbloemen hebben gehad van voetballers uit onze regio. Autocoureur Robert Doornbos zal komend seizoen uitkomen in de Super League Formula. De Rotterdammer zal gaan rijden voor het Braziliaanse team van voetbalclub Corinthians. Een plek in deze raceklasse was nou niet bepaald de eerste keuze van Doornbos, die liever opnieuw een seizoen in de Amerikaanse IndyCar-series had gereden. Op een zeer chique locatie, Paleis Soestdijk, werden vandaag de plannen voor de Super League Formula in Nederland bekendgemaakt. Want dit jaar zal er voor het eerst in die klasse een volledig programma van 12 races worden gereden. Met voor het eerst het circuit van Assen op de agenda. Ondanks de teleurstelling bij Doornbos na het mislopen van een stoeltje in de IndyCar-series, heeft hij zijn humor niet verloren. Ja, zeker. Leuk dat jullie op bezoek zijn bij me thuis. Gezellig in de voortuin. Mijn Amerikaanse verhaal die heeft een klein deukje opgelopen, denk ik. De hoofdsponsor van het team, McDonald's, is gestopt. En zelf had ik nog wat sponsoren die konden ook niet doorgaan. Het klinkt een beetje cliché, maar ja, de crisis is natuurlijk ook merkbaar in de autosport. Ik zet het niet uit mijn hoofd. Ik weet, mijn carrière is begonnen in 2007 in Amerika met succes. We zijn er toen tweede geworden in het kampioenschap. Ik wil doorgaan, ik wil opnieuw de succes hebben daar. Dit jaar zal het niet gebeuren. Want het kampioenschap is al van start gegaan en ik zat er niet bij. Er is wel één race waar ik heel graag aan mee zou willen doen, dat is de Indy 500. Dat is ongeveer de grootste race op aarde, eind mei.
Dus daar zijn we nog voor bezig. Maar ik moet zeggen, de echte target en ook met alle respect naar Super League toe, is gewoon voor de 12 weekenden hier. En I'm in it to win it, zoals de Engelsen zeggen. We gaan voor de titel en ik denk dat ik daar druk genoeg mee ben. Maar in het achterhoofd heb ik wel 2011, 2012 wil ik gewoon doorgaan in Amerika. Dornbos moet dus even een stapje terug doen. De Super League Formula heeft nu eenmaal niet dezelfde status als de Formule 1 of de IndyCars. Het is dus even slikken. Toch is de Rotterdammer ervan overtuigd dat hij het afgelopen seizoen in Amerika de juiste keuze heeft gemaakt. Over het algemeen nee, heb je niks. Ja, ik heb een keuze gemaakt voor een team waar ik in geloofde. Newman Haas Lennigan. Het team is heel succesvol geweest. En het klikte gewoon niet. De resultaten kwamen niet. De onzekerheid speelde in bij de monteurs. Er werden foutjes gemaakt van beide kanten, team en van mezelf. En dan heb je gewoon geen succesvol jaar. En dan kan je terugkijken van shit, heb ik verkeerde keuze gemaakt van team. Maar ja, dat is that's life. En dat is hetzelfde als in de Formule 1 nu. Red Bull wint nu races. Toen ik er raceerde was het de 9e of de 10e plek. Dus het is maar net op het juiste moment in het juiste team met de juiste auto. En dan komen de resultaten. Laten we hopen dat Corinthians een goede keuze is. En dat ik over een paar maanden met de beker in mijn handen sta. De geruchten dat Dornbos zou gaan tekenen bij de Super League Formula gingen al even rond. Hij is ook geen onbekende in deze klasse. In 2008 kwam hij al uit voor het team van AC Milan. Toch kwam de keuze voor Corinthians als een verrassing, aangezien Dornbos al in vergaande onderhandeling was met het team van PSV, dat dit seizoen onder leiding staat van Jan Lammers. Ja, met Jan. Jan hebben we natuurlijk fantastische ervaring gehad in de A1GP. Een paar races kunnen winnen. Mooi dat nationale trots gevoel kunnen krijgen. En dat wilden we eigenlijk nu ook weer. Die driehoeksverhouding zou natuurlijk helemaal te gek geweest zijn. We kwamen er niet uit. Uiteindelijk moeten ook huur betaald worden. En de Corinthians is een club die had wel power en dat kon gelijk bij tekenen. De Super League Formula gaat op 3 april van start op het circuit van Silverstone. Op 15 en 16 mei is Dornbos in Nederland te bewonderen op het circuit van Assen. In het jaar dat de Tour de France in Rotterdam van start gaat, had de ploegenpresentatie van wielerclub Ahoy een feestelijke gebeurtenis moeten worden. Maar dat liep allemaal anders. Een dag voor de presentatie verongelukte een lid van de Rotterdamse wielerclub, Mark Bierman. En daardoor werden de plannen voor het nieuwe seizoen ineens van ondergeschikt belang. De presentatie ging wel door, maar op een uiterst sobere manier. De 27-jarige Mark Bierman was pas 2 jaar lid van Ahoy, maar toch hakte het overlijden van Bierman er stevig in. En dus kwamen alle leden, bij wijze van laatste eerbetoon, in tenue naar de presentatie toe. Het bericht dat ons lid Mark Bierman gisteren is verongelukt, doet alle perspectief op deze zaken veranderen. Ieder leven dat verloren gaat is een trieste zaak. Maar de manier waarop Mark aan zijn einde is gekomen, is bijzonder triest. Bij het bedrijven van zijn favoriete sport, het wielrennen, is hij bij een trainingsrit op Mallorca te val gekomen. Weggegleden in een bocht, over een muurtje geslagen en met zijn hoofd tegen een boom terechtgekomen. Mark was onmiddellijk overleden, ondanks de pogingen die nog zijn ondernomen hem te reanimeren. De herdenking werd afgesloten met een minuut stilte. De Drechtsteden Derby in de Korfbal League is altijd beladen. Maar dit keer stond er wel erg veel op het spel bij de wedstrijd tussen Detos Snel en PKC. PKC moest winnen om uitzicht te houden op de halve finales van de play-offs en Detos om niet te degraderen. PKC won nipt met 23-21. En doordat Offo verrassend Koog-Zaandijk versloeg, betekende het verlies van Detos degradatie uit de hoogste korfbalklasse. En dat voor het eerst in 35 jaar. En dat nieuws kwam hard aan. We hebben heel lang dichterbij gezeten en op het laatste verliezen we weer net. Dan krijgen we te horen dat Ovo heeft gewonnen. En dan is het opeens in plaats van nog één wedstrijdje hierna, is het opeens al gespeeld en is het over. Bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Ja, klote, hè. Gedegradeerd en dat is niet leuk. En dat is gewoon jammer, ook voor de club. Volgend jaar misschien nieuwe sporthal, allemaal nieuwe dingen en de DGD, ja, dat is gewoon jammer.
Ja, dit betekent heel veel voor de club. Je bent bezig met een nieuwe hal. Je wil het hoogst mogelijke spelen natuurlijk. Detos speelt al jaren het hoogst mogelijke. Nou ja, waar je ook komt, ook al staan we nu tiende, Detos blijft natuurlijk wel een begrip. En terwijl je dan nu gedegradeerd bent, dat is wel een grote klap voor de club, denk ik. Bij onze kant was het geweldig, een geweldig seizoen. Dat je wordt beloond met de play-offs, dat je sowieso de play-offs gaat spelen. Ja, ik had ook niet meer gedacht dat ik met PKC in de play-offs zou komen en uiteindelijk in de hooi zou staan. Ik had dat de hoop een beetje laten varen. Aan de andere kant, waar ik mee heb geleefd met toch wel denk ik het verdriet van Detos, dat ze eruit gaan. Ja. We gaan ons wel motiveren om toch nog een keer te winnen, maar echt zin heb ik er niet meer in, nee. Ja, je bent zeker krommelig waardig, vind ik. En, maar ja, goed, je hebt het seizoen eerder verloren en niet vandaag. Het is wel een beetje een familieclub, een gezelligheidsclub. Dus voor zover ik weet zijn er nog mensen niet echt van plan op te stappen. Maar we hebben natuurlijk een paar jeugd-internationals. En we weten natuurlijk nooit van of ze het nog over hebben om een jaartje te wachten en weer te promoveren. Of dat ze verder gaan zoeken. Maar tijd zal het leren. Een korfbalbolwerk uit onze regio degradeert na 35 jaar van het hoogste niveau. Nog iets minder dan 3 weken en dan gaat het in Rotterdam weer los, de Rotterdam Marathon. Ja, en als je een marathon wilt lopen, zit er natuurlijk eigenlijk een steekje bij je los, laten we eerlijk zijn. Maar Rotterdammer Edwin Fernambuc die maakt het helemaal bont. Als hij de 42 kilometer en 195 meter uitloopt, dan zal hij het logo van de Rotterdam Marathon op zijn been laten tatoeëren. Ik heb sowieso een half jaar, drie kwart jaar geleden een tatoeage met de letters van mijn kinderen laten zetten. En ze zeggen dat je daarvan verslaafd raakt aan een tatoeage zetten. Nou, zo erg zal het dan niet gaan worden bij mij. Maar je ziet ook wel eens sporters die meedoen aan de Olympische Spelen, dat ze die ringen laten zetten. Nou ja, een beetje die combinatie ook zoiets van ja, ik wil ook een permanente herinnering aan wat ik dus ga doen. Morgen. Zeggen. Ik wil deze maar te zetten. Hé, hey, het logo van de marathon. Klopt. Op je voorhoofd. Net niet, op mijn kuit. Of je daar links of naar rechts zou gaan. Dat rechts. Dan moet je naar voren toe lopen. Ja. Ja, dat moet kunnen. Moet ik even je kuit zien als dat mag. Ja. Kijk, een mooie benen. Ik vind het een heel pakkend logo met de Erasmusbrug. Twee lopers ervoor. Ook al gaat het logo veranderen, dan ja, het blijft gewoon voor mij toch wel een dusdanig symbool van het hardlopen, Rotterdam, die combinatie. Ja, die vind ik wel heel mooi. Oh, dat is een schitterend sportbeen. Hier moet hij gaan komen. Ja, inderdaad. Nou, daar wordt hij ongeveer zo groot. Oké. Okay. Nee, geen punt. Oh ja, hij moet even weg dan. Dat heb ik even. Ja, oké. Okay. Ik ben zelf geboren en getogen in Rotterdam. Ik heb er vroeger heel vaak langs de kant staan kijken. Ik heb meerdere keren geholpen bij sponsposten. En ja, ik woon nu nog steeds in de buurt van Rotterdam. Dus vandaar, voor mij is onder meer de marathon van Rotterdam als eerste. Ja. Het hoofddoel is uitlopen. En als het even kan, binnen de 4 uur. Maar wordt het 4 en een kwartier of 4,5 uur, voor mij part 5 uur of nog langer, dan ben ik nog steeds hartstikke tevreden. Het hoofddoel blijft uitlopen, absoluut. Wanneer ga je hem laten zetten? Als de spierpijn weg is na de marathon. Dus niet gelijk daarna? Nee, dat lijkt me een beetje pijnlijk. Lijkt me een beetje pijnlijk. Waar je zin in hebt. Daarmee komt een einde aan deze sportuitzending. We zijn er woensdag opnieuw, dan met Sport XS. En vrijdag kunt u natuurlijk kijken naar de regionale voetbaltalkshow van Nederland, FC Rijnmond. Wie weet tot een van die gelegenheden. Voor nu nog een prettige avond toegewenst.